De volgende speler die zich graag wil voorstellen aan het DVS-TV-publiek en alle supporters, dat is Frank Heus. Ik ben Frank, ik ben 20 jaar, kom uit Amersfoort. En ik kom van zondag topklasse Hercules, waar ik vorig jaar actief was. En daarvoor heb je gespeeld bij de jeugd bijvoorbeeld? Ja, ik heb in de jeugd bij Roda 46 gespeeld. En bij IJsselmeervogels en ik ben begonnen bij AC Nieuwland, in de buurt bij mij. Je hebt in de jeugd ook nog wel tegen DVS-jeugd gespeeld, als ik het goed heb, hè? Klopt, ja. In de A1 heb ik heel veel, waren hun onze spanningspartners. Het was wel een spannende wedstrijd altijd tegen DVS, A1. Ja, kun je nog namen produceren van de A1 die er toen in zaten bij DVS? Joran ken ik. Joran was wel een goede speler al. Moussa, tegen Moussa heb ik ook al gespeeld toen. Hey, je hebt nu 2 weken training achter de rug. 7 trainingen, als ik het goed bij elkaar heb opgeteld. Hoe was dat? Hoe voelde dat? Voelde lekker. Ik in het begin had de eerste training even aankijken en mensen wat beter leren kennen. En op een gegeven moment gaat het wel lekker en de trainingen bevallen me heel erg. De manier van trainen, de korte combinaties, positiespelletjes, dat is wel wat ik het leukst vind, zeg maar. Dus heel veel plezier al gelijk, ja. Ja, mooi. Hartstikke goed. Hey, maar hoe was dat dan bij Hercules? Duidelijk anders? Andere manier van trainen natuurlijk, maar ook heel veel in de combinatie. Hoor. Training waren ook heel goed, van een heel goed niveau. Maar wel duidelijk anders, grotere positiespellen dan nu. Misschien is dat nu omdat het nu het begin is, maar daar gingen we ook gewoon veel in de positiespellen eigenlijk wel, ja. Wat heeft jou ertoe gezet om toch ja te zeggen tegen DVS? Ik heb vorig jaar bij Hercules een lekker jaar gehad. Ik heb wel op het einde wat blessures gehad waarin het wat stopte. Maar ik begon heel lekker en ik was toen aan een stap hogerop. Ik vind het een grotere club en dat spreekt voor zich. Als je ziet hoeveel mensen hier zijn op zaterdag, hoe het hier beleefd wordt op allerlei manieren. Vond ik het stap omhoog toen ze mij weer benaderden. En toen ben ik eens wedstrijden gaan kijken, samenvatting gaan kijken en hoe ze speelden. Beviel me wel, de korte combinatie voetballen, het constant opbouwen. Dat is wel wat ik denk dat bij mij past. En ik dacht van, ik vind het een mooie club, ik wil daar aan de slag gaan, zeg maar. Oké, hey, wat doe je buiten het voetbal om? Ik werk bij de gemeente Amersfoort nu, 32 uurtjes in de week. Daar werk ik als klantcontact, ik neem de telefoon op, maar sinds kort zit ik ook bij de sociale dienst. Oké, hey, wij wensen je ongelooflijk veel succes dit seizoen bij DVS en ga ervoor, hè? Goed, dankjewel. Oké. Bedankt. De volgende speler die zich graag wil voorstellen is... Mohamed Al-Haider, 27 jaar, kom uit Amersfoort. Wat wil je nog meer voor me weten, Piet? Ja, nou, waar je gespeeld hebt? Ik heb hiervoor 5 jaar voor Hoogland gespeeld. Uit Amersfoort. Eigenlijk een klein dorpje. En daar heb ik het heel erg naar mijn plezier gehad. En vorig jaar met kampioenschap afgesloten, dus dat was helemaal... Jullie zijn kampioen geworden, dus Hoogland is naar de hoofdklasse gegaan? Allerlaatste, eigenlijk in de laatste 5 minuten van de competitie. We hebben het kampioenschap gepakt. Geweldig, dus je hebt een prachtig seizoen gehad. En dat wil je natuurlijk doortrekken, dat niveau. Zeker. Het is heel lekker gegaan vorig jaar. Eigenlijk de laatste 3 jaar. Goede ontwikkeling doorgemaakt. Van rechtsback op centraal komen spelen. Iets meer body gekregen in die zin. Ja, daar hoop ik dat hier een beetje een vervolg aan te kunnen geven. Ja, en 2 weken training achter de rug. Beviel het? Ja, heel erg. Ik merk wel dat ik echt nog aan een aantal dingen moet wennen. Zelfs aan mijn teamgenoten. Ik ben gewend dat ik altijd met vrienden speel. En dan zit je bij elkaar in de partij en denk je... Ik herken diegene niet. En toch zit hij dan bij je. Dus dat is wel grappig. Maar ik denk dat dat gewoon een periode is wat ik gewoon over me heen moet laten komen. En ik heb er wel vertrouwen in dat ik iets kan toevoegen. Je kan je vinden in de manier van spelen van DVS 33. Ja, je hebt ze natuurlijk al gevolgd. Vertelde je me? Ja, ik heb voor vorig jaar, sinds dat het een beetje contact is gekomen, ben ik die samenvattingen gaan volgen. Jou heel vaak gehoord. Ze zijn wel heel enthousiast altijd. De speelopvatting ligt in grote lijnen met wat wij bij Hoogland deden. Alleen je ziet hier wel dat je een aantal spelers hebt die nog meer kunnen toevoegen, waardoor het spel makkelijker oogt. Ja, dan moet je op die manier mee proberen te levelen om toch mee te kunnen draaien. Dus dat is nog even wennen. Alleen het begrip
hoe wij hier willen spelen. Ja, dat herken ik wel zeker wel, ja. Hey, conditioneel kun je het allemaal aan, zo deze eerste twee weken? Ja, ja. Ik heb nog af en toe wel eens last van kunstgras. Qua demping en rug en dat soort dingen. Alleen de intensiteit is tot nu toe goed geweest. Veel met de bal, is heerlijk, ja. Wij als commentatoren, kunnen wij gewoon Mo zeggen of moeten we steeds Mohammed zeggen? Nee, gewoon lekker Mo. Ja. Lekker Mo, dat is goed. Dat gaan we doen. Een hele mooie naam trouwens, Al Haidar. Ja. Dat klopt, hè? Al Haidar is het, hè? Ja, zeker. Dat we ons niet gaan vergissen. Goed, we wensen je in ieder geval ongelooflijk veel succes dit seizoen. Dankjewel. Hartstikke mooi. Ja, dankjewel. Voor diverse DVS-supporters en volgers van de jeugd van DVS, een bekende naast mij. En die wil zich graag aan u voorstellen. Nou, mijn naam is Dennis Volkers. Ik ben 20 jaar oud. Ik woon nog met mijn ouders in Ermelo. Ik voetbal nu door mijn nieuwe seizoen bij DVS. Ik heb vroeger in de jeugd gespeeld. Ik kom van de zustervereniging FC Horst. En ik heb mijn mbo-studie niveau 4 als junior accountmanager afgerond. Mooi, hartstikke goed. Ga je verder daarmee? Ik ben nu aan het oriënteren voor een vervolgstudie. En daar geef ik mezelf een jaartje de tijd voor. En dan kan ik nu mooi een jaar lang focussen op DVS. Ja. Oké, je hebt bij Horst 3 seizoenen gespeeld of 4? Ik heb bij FC Horst 5 seizoenen gespeeld zelfs. En daarvan eentje in de B1 en 4 in het eerste. Ja, 4 in het eerste. Dus je hebt een mooie dot-ervaring. Breng je mee in het seniorenvoetbal, zeg maar. Ja, dus zeker hele goede ervaringen geweest. En vooral ook van alles meegemaakt. Promotie, degradatie, verschillende trainers. En vooral het senioren, het mannenvoetbal. En dan maak je hier dus de eerste twee weken mee bij een topklasser, een derde divisionist. Hoe is dat bevallen? Ja, het is enorm bevallen. Ik ben tot nu toe alleen maar aan het genieten van het niveau. Het spel wat gespeeld wordt vind ik gewoon heel mooi. Niet met lange ballen, gewoon echt door middel van combinatie voetbal ergens naartoe spelen. En wat je zegt, de topklasse, derde divisie, het is gewoon allemaal wat professioneler. En de wil om te winnen is ook gewoon enorm hoog en dat spreekt me wel aan. Maar heb je ook het gevoel dat je erbij kan aanhaken bij dat niveau? Ik geef mezelf de tijd en het wordt lastig om gelijk aan te haken. Het is een enorme stap van de tweede klasse naar de tweede divisie, zo realistisch ben ik. En ik geef mezelf gewoon de tijd. Ik ga gewoon keihard werken en dan zie ik wel hoe ver ik kom. Precies, maar het is wel genieten tot nog toe. Ja, en nog genieten. Ja. Mooi, hartstikke goed. Hey, nou, dit was het even voor nu. Ik hoop dat ik je heel vaak nog mag interviewen hier bij DVS. Het zij bij het eerste, het zij bij het tweede. Het is aan jou. Ja, bedankt. Ik ga wel eens, Piet. Oké, hartstikke goed, Dennis.